keer in Avatar. Jij vlogt, jij podcast. Ik dacht, ik ga niet voor Fast Five naar hier komen en niks filmen, toch? Ik wil ook content. Je mag een reactievideo erop maken. Ook. Ja. Ook. Yo, YouTube. Ace in je bank. En bij deze nieuwe video vandaag ga ik, zoals beloofd, reageren op de podcast die online is gekomen van mij en Gio. Kijk, ik zag het hier en dan doe ik het ook. Ik ben een man van mijn woord. Als ik zag dat ik iets ga doen, dan doe ik het ook. En ik weet dat heel veel mensen nu gaan beginnen over de Royalistic video. Die had er inderdaad moeten komen. Maar kijk, ik ben geript, man. Roy heeft er een Roy Classic gepoeld. Ik had op deze video 50.000 likes. Dus wat heb ik gedaan? Afgesproken met Royalistic om dit te doen. Wat doet fucking Royalistic? Afspreken met QC om hetzelfde te doen. En ze hebben mijn thumbnail ook gewoon geript. Exact hetzelfde. Dan ga ik niet als tweede keuze dit ook doen, snap je? Dan ga ik me niet in mijn gat laten komen als tweede. Dat doe ik niet. Kijk, als Roy wil, dan wil ik wel nog eens Fortnite met hem spelen of zo. Want zijn views zijn gewoon weer down bad. 26.000, 2 dagen, Fortnite video. Je had toch beter voor mij gekozen dan voor QC, denk ik, man. Dit is niet lit, no. Anyway, 1 uur 33 minuten podcast. Dat is veel te lang. Daarom ga ik gewoon door deze podcast scrollen. Jullie de beste stukjes tonen, zodat jullie geen 1 uur en 33 minuten hoeven te kijken. Oké, like, sub op mijn YouTube channel. We zijn weer keihard aan het gainen. Die 525.000 zit eraan te komen. Sub even. Sub. Ah, je dacht dat je er vanaf ging komen zonder te kunnen klikken op die knop. Sub. Ik zweer het, ik stop niet tot hij op fucking sub geklikt heb. Thank you. Oké, let's go. Het begin was allemaal lief en leuk en elkaar terugzien en voor de eerste keer weer praten. En toen begonnen we te praten over een squad-reunie. Dus een reunie met alle YouTubers waarmee wij die vriendengroep hadden verloren. Toen kwam Joey aan bod. Joey is dus die guy die die Rolex van Hanwei heeft gestolen. En die dan fully knockout geslagen is door Hanwei in die boxring. Matig zoek in te scoren ook. Maar je ziet dat hij heel goed aan het kijken is. Wow! Terugnamen! Wow! Ja, ja, even kijken naar Joop. Hoe? Dat is gewoon niet mogelijk. Nee. Holy shit, er is de eerste keer dat ik erop let dat er is echt gewoon geen volk in deze zaal. Niemand is hier na een check. En deze guy zat dus ook in de squad. Ik vind niet dat hij erbij moet zijn als we een reunie doen. Hij is een dief. Hij heeft zijn vrienden opgelegd. Hij heeft geld gestolen, ook van Gio. Ik vind niet dat hij mee moet aan tafel. En daar hadden we het hier een stukje over. Joey, nou ja, wij hebben niet echt allemaal een probleem met Joey. Maar dat probleem is ontstaan door Hanwei. Ja, maar deze dus waar ik denk. Hanwei zat niet in de squad. Wil je dat Joey aan... In principe moet Joey erbij. Maar ik wil Joey eigenlijk niet erbij. Omdat? Want? Omdat hij nou klaar geslaan is in die ringen. Ik ga niet meer zo'n loser aan tafel zitten. What the fuck? Het is pof, by the way. Crazy. Dan kwam natuurlijk het stuk waarvoor iedereen naar deze podcast kwam. En dat was gewoon heel het akkefietje tussen mij en Gio. Er waren sommige mensen die zeiden dat ik mals geworden was. En dat ik te lief was. En dat omdat ik hem nu het echt zie, dat ik niet meer durf zeggen wat ik in mijn video's gezegd heb. Sommige mensen dachten dat ik echt gewoon die fles vodka hier op zijn kop ging slaan of zo. Ja, nee. Dat niet. Maar ik heb gewoon mijn punt duidelijk gemaakt, vind ik zelf. Ja, nee, maar dat was zo. Ik dacht, wow, jij gaat nu expres het helemaal aanwakkeren. Want dat deed je wel met die dat video. Dat deed ik zeker. Dat was ook de bedoeling. Ik kreeg op dat moment al lijp veel kritiek en lijp veel haat. Zeg maar natuurlijk. Insane. Ja. Ja, ik vond dat dat meeviel. Dat was de reden waarom ik... Het was het meest besproken onderwerp, denk ik, op heel YouTube Nederland. Ja. Misschien wel een jaar lang, denk ik. Ja, niet in België. Nee. Nee, maar dat je wakkerde wel... je wakkerde het natuurlijk wel aan. En dat... En ik heb daar uiteindelijk verstandelijk niet op gereageerd. Ik dacht, nou, weet je, laat me zitten. Ik weet hoe jij je video's maakt met mensen. De heeft er dus uiteindelijk wel op gereageerd. En toen zijn we hier gekomen. Het hele ding van deze podcast is eigenlijk helemaal niet over deze ruzie gegaan. Het is wel 10 minuutjes gegaan over alles wat wij gezegd hebben. Uiteindelijk, alles was al gezegd. Zijn video is gemaakt. Mijn 2 video's zijn gemaakt. Wij moeten onszelf hier ook niet een uur lang gaan herhalen. Want ik weet toch dat we bij onze punten gaan blijven. En dat hebben we ook gedaan. Ook al vond ik die Brecht dan. Je kan zeggen dat je 16, dat nee, ze 16 kijk, was. Nee, maar achter die berichten die ik naar haar stuurde toen zij 14 was, daar sta ik ook niet achter. Nee. En ik snap dat je daar niet achter staat. Ik snap dat, ze pas 16 was toen je echt iets had. Ja. Maar als 19-jarige met iemand van 14 zo DM'en, dat is gewoon raar. Dat zou ik nu ook zeggen. Als ik daar terug naar kijk en ik kijk naar die video... Ik snap ook 100%... Oh, kut. Ik snap ook 100% dat jullie dan een video maken, dat je daarop reageert met 2 schrappen.
Ja, maar daar, ik had toen niet in mijn gedachten, oeh, dit was, zeg maar, toen had ik het nog niet, maar als ik nu, we zijn nu 2,5 jaar verder, Bro, what the fuck? Ik vroeg mezelf dus af de dag erna, waarom heb ik zo'n kater? Waarom was ik zo dronken? Ik heb hier een uur en een half aan een stuk gepraat en ik stond in automodus of zo en ik bleef maar drinken. Ik zie hier net een shot. Dan zou ik denken, waar de fuck ben jij mee bezig? Ja, wordt vaak omgedraaid. Check, check. Ja, en 24, 16, het wordt, 24, 15. Bro, er zijn YouTubers met echt een groot bereik. Die zegt... Yeah, I have a drinking problem. Then what the f***? En dat was eigenlijk het grootste stuk over heel die beef. Hij heeft zijn ding verteld, ik heb mijn ding verteld. En zoveel meer is er daar eigenlijk niet over gezegd. De rest van het uur podcast die er nog is, gaat over social media en over hoe TikTok, YouTube nooit gaat bereiken. Over meer muziek. En vooral, ik drink echt te veel als ik aan het praten ben. Maar ik grijp gewoon constant naar het glas als ik aan het luisteren ben naar iemand en dan neem ik slokjes. De enige momenten waarop ik niet praat, zijn de momenten waarop ik aan het drinken. En dat is een probleem. Bro, er zijn wel eens mensen in mijn bed gezeten als ik aan het editen was. Wait, ik zit nog thuis. In de zolderkamer. Dus ja, in de zolderkamertje. In de zolderkamertje bij mijn man. Maar ik heb wel dit. Ja. Een groot stuk van de podcast gaat dan nog over dagelijks vloggen. En dan niet echt over hoe Gio het moeilijk heeft of hoe hard dat is om te dagelijks vloggen. Maar meer om het feit dat ik er zelf al veel over heb nagedacht om de eerste Belgische vlogger te worden. Soms zijn er momenten dat ik hier zit en dat ik denk van damn, ik woon aan de zee, ik doe zoveel leuke dingen, zoveel leuke vrienden. Ik denk dat ik ook wel genoeg content heb in mijn leven om dagelijks te kunnen vloggen. Maar dan doe ik het nooit, omdat ik denk van damn, dan betrek ik wel heel mijn omgeving erbij en dan moet ik bijna zacht tegen van oké, vanaf nu als we iets doen, film ik het altijd. En damn, dat is een grote stap. Ik weet dat dat stilletjes aankomt en dat dat niet direct gewoon volledig moet zijn, maar veel gedacht, het nog nooit gedaan. Wat is jouw Nederland-België verhouding? 80, Nederland 20 België. Wow. Ik heb echt een drinking problem, man. Maar niet in het echte leven, man. Ik had niet door wat ik hier aan het doen was. Ik stond echt op autopilot, denk ik. Toen, 5 dagen erna, was er een house party bij Gio. En toen is de groepsfoto van de squad genomen. Waar jij niet op staat. Waar ik niet op sta. En damn, die hit me like a fucking truck, man. Die, ik weet nog dat weekend. Ik weet nog dat die foto's staan nog online op mijn Insta. Ja, als je die comments gaat lezen, dat... Hè? Op mijn opricht, ja, bij mijn ouders. Oh, in de dag, ja. Maar iedereen, ik weet nog dat ik die foto zag gepost worden en toen dacht ik echt van... Dat is echt alsof dat je hostel staat en ineens rijdt er gewoon een fucking vrachtwagen gewoon op je. En toen lag ik daar en oké, ik moet toch even... Door die kick... Ben je wel de man geworden die... Dank je wel, de... Je needed dat kick. Vandaag Je bent wel, op dat moment heb je wel zorg. Ja. Ik zou dit nog eens moeten doen, maar dan nuchter. Dat ik niet zoveel praat misschien, what the fuck. Want soms denk ik eraan, wie zijn de enige twee survivors van de squad? Wij. Je ziet het, we zijn er. We zijn er. Kijk, we kunnen een paar dingen concluderen uit deze podcast en dat is gewoon dat ik te veel gepraat heb, man. Yo, Ace, stop met andere mensen zo vaak te onderbreken en laat hun ook een beetje praten. Gio is zo oprecht, merk je aan hoe die praat en zijn lichaamstaal. Ace zit heel zijn lichaamstaal, zegt veel over hem. Ja, ik was gewoon blackout drunk. Daar kan ik niks aan doen. 100. Dat is van de broeders, jullie weten. What the fuck? Crazy. 70% Acid. 5% Alex. 25% Gio. Het spijt me. Hey, weet je wat het ding is? Voor mijn kijkers is dit wel chill. Want jullie hebben lang kunnen luisteren naar ik die aan het lullen ben. Maar voor iedereen die voor andere mensen naar deze podcast kwam. Sorry. Ja. Als je niet van je jongs af aan opgegroeid bent met die sociale media stress. Ik heb aanveeld. What the fuck? Ja, de volgende keer doen we dit weer zonder drinks. Hij heeft al 229.000 wedergaven in 2 dagen. Dat is fucking veel voor een podcast. Big shout-out naar Alex daarvoor. Ook een shout-out naar Gio, man. Dit was leuk. Want het is alcoholics, dus in a way. Hey, snap je? Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Dit was een verkorte versie van deze podcast. Nu hebben jullie het belangrijkste ook gezien. En weten jullie wat er allemaal gebeurd is. Nu kan je op de speelplaats ook meepraten over deze podcast zonder dat je hem gezien hebt. Bedankt om te kijken. Al de love, al de fucking power. En tot de volgende keer. Goeie! Check the bomb.